Hoi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag heb ik voor jullie denk ik wel een hele leuke video. Ik ga namelijk vandaag iets heel erg leuks doen met Ivy. En dit wilde ik eigenlijk al een hele tijd doen. En eerst wilde ik het niet filmen. En toen dacht ik, ja, waarom ook eigenlijk niet? Want het is best wel leuk om wel te filmen. Ik sta hier nu bij de wasplaat. En dan ga ik Ivy zo meteen opzetten. Want ik ga vandaag Ivy namelijk helemaal wassen en bijwerken en alles doen. En daarna, als dat gedaan is, zeg maar, dan ga ik vanavond op de rijen. En als het dan dus zo schoon is, dan gaan we een paar mooie filmpjes maken. Dan trek ik ook even mooie kleding aan. En dan hoop ik dat het droog blijft vanavond en dat het niet gaat regenen. En dat ik een paar mooie filmpjes kan maken. Want ik vind het wel leuk om iedere keer wat filmpjes te hebben van de vooruitgang te zien. Dus ja, dat gaan we vandaag doen. En ik denk dat Ivy wassen best wel een hele klus wordt. Maar ik ga er proberen om echt goed schoon te krijgen. Vooral de staart wordt denk ik een dingetje. Hoi! En ik ga er dus ook helemaal toiletteren. Sokjes knippen, staartje knippen, derde oor een beetje weghalen, dat soort dingetjes. Dus komt er al aan. Dus ik ga er eventjes op de wasplaat zetten. Oké, nou Ivy die staat hier bij me op de wasplaat. Nee, meisje? En ik ga zo meteen eerst even een shot maken van hoe ze er nu uitziet. Dus dat we een before en een after hebben natuurlijk. En tijdens het wassen niet doen. Ga ik jullie ook nog een paar dingetjes vertellen. Want jullie hebben denk ik de titel van de video al wel gezien. Dus daar gaan we het ook eventjes over hebben. Maar ja, ik ga eerst even Ivy laten zien hoe ze er nu uitziet. En hoe ze er straks na het wassen uitziet. Oké, dit is Ivy nu. Die gaat het dus gek doen voor de camera. Niet doen, ongeduldig. Maar op zich, van de schimmel, houdt ze zich super schoon en heb ik echt niks te zeuren. Maar je ziet gewoon aan haar vachtje, ook al is ze natuurlijk nog een klein beetje donker, maar je ziet gewoon dat het vachtje een beetje stoffig is en dat het gewoon een keer nodig is. Als ze ook gereden hebt en ik spuit erna een beetje af, dan is het echt helemaal bruin wat er afkomt, zeg maar. Dus het is gewoon nodig. En ze zou natuurlijk niet helemaal wit worden, want ja, haar vacht is gewoon niet wit. Ze heeft wel twee witte achterbeentjes, die ook echt wit zijn. En voor heeft ze ook één beentje, zeg maar. Dat is wel grappig. Hey! En kijk, hier is ze zo. Dus hier is ze echt gewoon super vies. En haar staart. Die is echt mega vies. Hij is aan de onderkant geloof ik zelfs al een heel stuk wit. In het echt. Dus dit wordt de zwaarste dobber om de staart goed te krijgen. En dan nu nog even de andere kant. Nou, dat is dit. Maar ja, wat ik zei voor een schimmel, hier is ook echt vies. Is ze echt best wel heel erg schoon. Nou, de manen zijn gewoon zwart. Want ik ken echt wel schimmels die veel viezer zijn en die er het gewoon het erom doen om zichzelf zo vies mogelijk te maken, lijkt het wel. Maar Ivy is echt wel een hele schone schimmel. En ik ga er dus nu even wassen. Het is niet mega lekker weer. Het waait een beetje. Het is wel gewoon 20 graden, maar het waait een beetje. Dus ik ga er... Dus ik ga er gewoon wassen en dan gooi ik er wel eventjes een zweetdekentje op. En dan ga ik daarna de staart doen, zeg maar, en toiletteren. Dus ik doe eerst even de lichaam wassen, dan een zweetdekentje om voor de zekerheid. Zodat ze niet die tocht, zeg maar, op zich heeft met een natte lichaam. Maar dat komt goed. Ik ben de laatste tijd best wel snel geworden in wassen, omdat... Ja, ik heb de laatste afgelopen tijd heel veel paarden gewassen. En... Nu op mijn werk heb ik er laatst ook 4 paarden in een uur gewassen, waarvan 2 schimmels. Dus ik denk dat het best wel snel is, zeg maar echt helemaal met alles erop en eraan. Maar ja, ik ga Ivy ook doen, dus ik ga er eerst even nat spuiten. Ik ga jullie even op een statief zetten, zodat jullie mee kunnen kijken. En dan gaan we Ivy mooi maken en dan gaan we vanavond mooie filmpjes maken met haar, hopelijk. Hopelijk wil ze dan een beetje mooi lopen. Want dat vind ik wel leuk om dat op camera te hebben als ze een beetje mooi glimt. Goed zo.
hij heeft nu helemaal nat gespoten. En ik doe dat altijd eerst helemaal. Ik spuit het hele paard gewoon helemaal nat. En dan ga ik hem met een wasborstel, met een wat zachtere... Ja, zit een beetje tussen een harde en een zachte borstel in, zeg maar, eroverheen. En dan schrop ik er helemaal schoon en dan gaat dat super snel. Dus dat werkt heel goed. Dus dat ga ik nu eventjes aan één kant doen. En ik neem ook gewoon de manen mee. Ik heb Ivy de lichaam nu gewassen en ze wordt een beetje onrustig, want het is bijna etenstijd. En die paarden hebben echt een biologische klok erin zitten. Ik zweer het. Hey, dat mag niet. Maar ja, ik moet nu de staart nog doen. Oh, ben je ongeduldig? Ja. De lichaam was best wel een klus. Ik ga jullie straks, als ze opgedroogd is, het resultaat laten zien. Maar ik heb beide kanten twee keer moeten doen. Ik dacht eigenlijk na één keer dat is wel goed, maar toen ging ik het afspuiten. En toen kwam er helemaal bruine drek vanaf. Dus toen dacht ik, ik doe het nog een keertje voor de zekerheid. Nu is het in ieder geval goed schoon. En ja, ik heb er eigenlijk, dit is de eerste keer dat ik er helemaal was sinds dat ze hier is. En dan zul je misschien denken, waarom niet eerder? Maar het wassen van een paard is niet super goed voor een paard. Omdat je haalt vet van de huid weg. Dus daarom doe ik het normaal alleen als ik op concours ga. Maar ja, met Kruimel ga ik wel eens vaker op concours, maar met Ivy nog niet. Dus toen dacht ik, ah, bedankt voor de tijd, doe het niet. En ik wil graag mooie filmpjes, dat lijkt me erg leuk. Dus vandaar dat ik het nu doe. Ik ga de staart even doen, dan zet ik het even op stal en dan vertel ik jullie het verhaal waarom de titel, zeg maar. En dan straks gaan we rijden als ze helemaal opgedroogd is en nadat ze gegeten hebben. Maar ja, eerst even de staart doen. Oké, nou ik heb Ivy de staart gewassen en ik zal het even laten zien, want hij is nu nog wel best wel nat. Hier. Hey, ik kan nu nog niet zo van zien, want hij is nog heel nat. Maar ze heeft best wel een dikke staart, dus het is best wel moeilijk om de shampoo eruit te krijgen. Maar ik laat hem nu eventjes drogen op stal zometeen. Ik heb er anti-klit in gespoten. En in de maan heb ik ook anti-klit. Maar de staart is ook nog best wel donker, net zoals de manen. Ik vind dat eigenlijk wel mooi. Of het moet een hele witte staart, zeg maar. Of donkere staart, zeg maar, bij een schimmel. Dat vind ik dan mooi. Maar ja, ik moet straks de manen even knippen, want ze worden wel heel erg lang. En ik zit een beetje hier met dat derde oor. Want kijk, hier steken dus heel lelijk die plukjes uit. Maar wat het zeg maar was, bij de vorige eigenaar hadden ze echt een heel groot stuk dat ze weggeknipt hadden. En ik vind dat eigenlijk een te groot stuk. Want dan zit er zeg maar, nadat het hoofdstel dan zit, het bandje van het kopstuk van het hoofdstel, zit dan nog een gat. En dan pas beginnen de manen. Dus ik wil eigenlijk een iets kleiner stukje derde oor, echt waar het hoofdstel zeg maar zit. Dus ja, we moeten eventjes door een fase heen waarin het er een beetje lelijk uitziet. Maar goed, we gaan toch nog niet op concours, dus het maakt op zich niet heel veel uit. En je ziet het ook niet heel erg. Ik ga Ivy nu op stal zetten, want ze wordt een beetje ongeduldig. En dat snap ik ook wel, want het is al net etenstijd geweest. Dus ze gaan nu lekker naar binnen en op stal eten. En dan gaan we zo meteen verder. Oké, en de andere paardjes staan ook in hun stalletjes te eten. Net zoals Ivy. En ik zal bij Ivy eventjes gaan staan. Zo, ik zal de deur even openen, dat is iets leuker. Zo. Ze loopt er nu toch niet uit, want ze is veel te druk met haar eten. Ja. Oeh, wat voelt je huidje al zachtje, vachtje. De vachtje voelt nu super zacht aan. Ivy is zo super slim, hè. Ze heeft een hooinet en we hebben hem aan twee kanten twee stukjes dichtgeknoopt. En nog krijgt ze voor elkaar om de neus ertussen te krijgen om het er dan uit te pakken. Ze is echt niet dom hoor, voor een vierjarige. Maar goed, de vraag in de titel. Ja, is Ivy te koop? Ga ik Ivy verkopen? Bla bla bla. Ik dacht, ik ga dat toch eventjes vertellen. Want ik krijg best wel veel vragen daarover. Laat ik het zo zeggen. Ik heb best wel veel mensen al gehad die mij contact met mij zochten met de vraag of Ivy te koop was. Dus ik dacht, ik ga het gewoon eventjes vertellen, zeg maar. Op dit moment is Ivy niet per se te koop. Alleen voor het juiste geld, zeg maar, wel. Maar dat is niet een goedkoop bedragje, zeg maar. Dus het is niet dat ik er voor het minste geld weg doe. Dat is niet zo, maar Ivy is op dit moment niet te koop. Het is eigenlijk de bedoeling dat ik er gewoon zeg maar, lekker met haar ga trainen en met haar ga starten.
En er zal wellicht een moment in de toekomst komen als iemand met het juiste bedrag aankomt, zeg maar, met wat ik in mijn hoofd heb. Dat ga ik niet nu vertellen, maar dat ik er wel voor koop, zeg maar. En dat ik er een nieuw jonkie of zoiets voor terugkoop, zeg maar. Maar het is niet mijn intentie. Ik heb er niet, zeg maar, gekocht met het idee er heel snel weer te verkopen. Dat is niet de bedoeling. Dus maak je die allemaal niet druk. Het is niet dat ik er echt, zeg maar, als een soort handelspaard heb. Dat is echt niet waar. En ik wil zelf graag ook met haar gaan starten en zo. Dus dat is eigenlijk het verhaal. Ik kan er wel heel lang over gaan lullen. Maar ja, jullie hoeven je helemaal niet druk te maken en zo. Dat valt best wel mee. Maar ja, als er iemand met het juiste bedrag aankomt, ja. Dan is het toch een keuze die gemaakt moet worden, zeg maar. En ja, dat is het eigenlijk zo. Dat geldt voor heel veel mensen wel op deze manier, denk ik. Maar ja, dat is dus een beetje verhaal van Ivy. En dan heb ik ook nog een ander dingetje wat met Ivy te maken heeft. Ik heb van de week een video online gezet. En ik merk het sowieso. De laatste paar video's dat ik met Ivy doe, zeg maar. Ook met mijn eerste springles. Maar ook de vorige video dat ik met Ivy naar vreemd terrein ging. Ik krijg zo een shitload aan negatieve reacties over me heen. En ik begin het wel een beetje zat te worden als ik heel eerlijk ben. Ja, het zijn vooral een beetje dezelfde mensen. En ook, nou ja, wel gewoon wat mensen die volgens mij helemaal geen verstand ervan hebben en zo. Maar wat er heel veel gezegd wordt is van, ik had laatst de afgelopen video dat ik met Ivy naar vreemd terrein ging, kreeg ik bijvoorbeeld een reactie van iemand. En daar hebben ook heel veel van jullie op gereageerd. Ik zag dat we iets van 27 reacties eronder hadden of zo. Maar ja, tuurlijk, ga maar weer met een paard springen dat nog niet eens op zijn eigen benen kan lopen. En dan denk ik, als diegene de video goed gekeken had en goed geluisterd had naar wat ik had gezegd, dan was de insteek met Ivy dat ik naar vreemd terrein ging om er een beetje te laten wennen aan dingen. En dat ze ook op vreemd terrein gewoon braaf kan lopen. En ik ging niet naar dat terrein toe om te springen, waarvoor we met Kate wel meenamen. Kate nam me echt mee om te gaan springen. En ik heb ook gezegd, als Ivy goed loopt, wat ik echt vond dat ze super braaf deed. Ik was echt super tevreden over hoe ze daar gelopen had. Want ze was gewoon echt heel braaf. En ze keek helemaal niet heel gek naar dingen. En ik heb zelfs nog best wel een stuk kunnen galopperen. En ja, dat is nog ongecontroleerd. En ja, daar zit nog heel veel werk in. Maar hallo, ze is nog niet lang onder het zadel. Hè? Ze is nog niet eens een half jaar echt goed onder het zadel. Pas een paar maanden dat ze echt goed onder het zadel is. En ik rijd er anderhalve maand nu. Dus en daarvan heeft ze eerst ook nog een tijdje op rust gestaan. Hè? Want ze heeft eerst ook nog een tijdje op rust. Gewoon dat ze hier kon wennen, zeg maar. En met die video van het springen kreeg ik ook heel veel reacties van ze lopen nog niet goed dressuur. Hoe kun je nou springen? En bla bla bla. Maar guys, zelfs paarden van 7 of 8 lopen nog wel eens niet goed dressuur. En daar wordt ook mee gesprongen. Er is altijd, kun je beter dressuur rijden. En ja, Ivy moet nog heel veel leren. Maar dat is ook de reden waarom ik nog geen grote parcoursjes met haar spring. En nog geen grote rondjes met haar spring, zeg maar. En echt nog losse hindernisjes nemen en zo. En ik krijg gewoon les. Ik krijg zowel dressuur als springles per week. Ik heb 2 keer per week les. 1 keer springen, 1 keer dressuur. Het zijn echt mensen die er echt verstand van hebben. Die echt weten waar ze het over hebben. En dus ik vind gewoon dat heel veel mensen voor jullie hun mond moeten houden. En daar komt ook nog eens bij. Jullie zien maar hele kleine gedeeltes van wat ik doe. En helemaal niet. Jullie weten niet hoe de paarden zijn eigenlijk. En hoe ze lopen. Want dat zijn echt maar hele kleine fragmentjes. Dat zijn fragmentjes van een minuutje of 2. En een training duurt veel langer. Dus ik vind het niet zo leuk als ik dan die negatieve reacties over me heen krijg. Terwijl ik gewoon keihard mijn best doe. En ik heel tevreden ben met hoe een vooruitgang er in Ivy zit. Maar niet alleen met Ivy. Ook met Kruimel krijg ik reacties over me heen. Waarvan ik denk, kijk even naar het verschil. Zoek een video op. Alsjeblieft, doe het. Als jij zo'n haatreactie hebt gehad, please, kijk dan een video van toen ik Kruimel net had. En toen ik hem, zeg maar, of dat hij daarvoor nog zelf, dat ik hem reed voor een andere stal. Dat ik hem al wel, zeg maar, reed, maar dat hij nog niet van mij was. En kijk dan nu even naar het verschil. Naar het filmpje van 2 weken geleden. Dat hij een rondje L rondspringt. Kijk even naar het verschil hoe hij toen liep en hoe hij nu loopt. En dressuurmatig. Hoe hij toen liep en hoe hij nu loopt. En hoe hij in zijn hele lichaam al veranderd is qua bespiering. Want het is gewoon echt een heel ander paard. En ja, dat wilde ik toch eventjes zeggen. Dat jullie, dat ik wil vragen of de mensen die, als jullie het niet met mij eens zijn en vinden dat ik slecht rij en zo, kijk dan gewoon niet naar mijn video's.
En tuurlijk, tips zijn welkom, maar het kan wel op een normale manier. Zoals die dingen zoals van, ja, tuurlijk, weer met zo'n jong paard springen. Dat vind ik niet echt een normale manier. En er zijn wel eens heftigere reacties. Maar als je niet weet waar je het over hebt, hou dan gewoon je mond. Kijk mijn video's niet. En anders dan... Ja, het is gewoon niet leuk, zeg maar. Als je zo hard je best doet. En er zit echt wel vooruitgang in. Dus dat wilde ik even zeggen. Oké, het is nu eventjes een poosje later, zoals jullie zien. Heb ik mijn cap op en ik heb mijn wedstrijdcap op. Omdat, zoals ik zei, ik trek even een mooi setje aan. Omdat het, ja, toch beelden zijn die ik, zeg maar, een beetje ook op Instagram wil gaan zetten en zo. En nou ja, gewoon mooie beelden, zeg maar. En dan is het een beetje gek als ik mijn paard helemaal gewassen heb. Maar zelf in mijn oude kloffie erop ga zitten. Dus ja, ik moet Ivy. Ik heb dus straks in de stal eventjes snel de sokjes geknipt. Ik moet nu alleen haar manen nog eventjes en haar staart kammen en knippen. Wat waren jullie aan het doen? Ze komen met z'n tweeën uit de zadelkamer gerend. I wonder what they did. Maar ja, ik moet dus ook mijn zadel nog even pakken. Zo. Dus die ga ik nu eventjes meenemen. Dan ga ik Ivy zadelen en dan komt zo iemand filmen. Dus ja, ik hoop dat ze een beetje leuk wil gaan lopen nu ik er gewassen heb. En dat ze niet... te fris is, omdat, nou ja, het is niet super warm en ik er natuurlijk gewassen heeft. Ze heeft denk ik nog wel haar zweettekentje om. Maar ja, ik was eventjes naar de fysiotherapie en ik moest nog avond eten. Maar goed, ik ga nu snel Ivy opzadelen en even nog snel de manen knippen en zo. En dan laat ik ook natuurlijk aan jullie het eindresultaat zien van hoe ze er nu uitziet. Oké, dan zijn jullie ready. Zijn jullie klaar voor het eindresultaat van Ivy? Hier komt ze. Tada! Ze lijkt al wel weer ietsjes witter. Maar het is niet een super groot verschil. Maar dat komt omdat ze... Dat lijkt een beetje zo omdat ze natuurlijk... nog niet helemaal wit is. Maar... Ze glimt wel. En haar vachtje is lekker zacht. En het voelt ook schoon aan. En wat er... Oh ja, haar witte voetjes zijn ook een stuk witter. Ik moet alleen nog even de hoef uitkrabben. Maar... ja, wat betreft haar staart... Die lijkt zo niet echt wit. En dat klopt. En ik had gedacht dat het bruine, dat dat viesigheid was. Maar dat is gewoon nog de kleur van de staart. Ze is namelijk een beetje bruin-zwarte geboren. Meer richting de bruin kant. En dit is dus gewoon nog, ja, de kleur van hoe het vroeger was. En dit moet dus gewoon, kijk, dit moet gewoon nog wit worden. Ik heb net wel eventjes goed geknipt. Maar aan de binnenkant, hier. Ik weet niet of jullie het echt goed kunnen zien. Maar daar begint hij al wel mooi wit te worden. Dus eigenlijk komt hij een beetje van binnenuit naar buiten. Het is wel een beetje jammer dat hij niet of helemaal zwart is of helemaal wit. Maar ja, maakt het niet zo heel erg veel uit. En aan de andere kant, ik heb de manen net eventjes een beetje geknipt. Ik moet nog even, heeft hier iets een indeukje. Ik moet hem nog eventjes een keertje goed recht doen. Maar op zich zo meteen van veraf zien dat toch niet. Alleen ze heeft hier dus een heel irritant plukje. Want dit plukje, dat hoort eigenlijk gewoon zo te hangen. Maar dat is een beetje naar die kant gaan hangen. En nu moet ik het dus weer naar deze kant doen. We moeten even een vlechtje maken vannacht. Want dat helpt. Als paarden hun manen crisscross naar één kant hebben, dan moet je even vlechtjes in doen dat ze naar één kant hangen. En als je die een paar dagen in laat zitten, dan hangen de, als je ze daarna uit had, als het goed is, de manen allemaal dezelfde kanten. Ik heb ook, dit is dan zeg maar het oudere stand van haar derde oor. Maar dit moet dus zo gaan vallen. Hier heb ik het wel een beetje, niet zo gemeen, wel weggeknipt zeg maar een klein stukje. Maar ja, ze heeft ook al zo'n mini voorpluk. Dus ik probeer het wel een beetje groot te houden. Maar je hebt echt een klein voorplukje, ja. Maar goed, ik ga er nu opzadelen. En dan gaan we lekker rijden. Oké, nou, Ivy en ik zijn er helemaal klaar voor. Kijk hoe knap ze is. ja, ik heb Ivy eventjes mijn wedstrijddekje opgedaan. Die ik normaal altijd met Kramer op wedstrijd heb. Want ik wilde eerst eigenlijk een wit dekje. Maar toen dacht ik, ja, ze is zelf ook al wit. Dus dat is misschien niet zo leuk. Dus heb ik mijn zwarte dekje opgedaan. En ja, ik doe een ander keertje. Doe ik wel een keer misschien een wit dekje. En dan met witte bandages, zeg maar. Maar ik heb op dit moment geen witte bandages. Dus die moet nog even ergens scoren. Nu heeft ze gewoon even peesbeschermers om. Dat vind ik toch wel wat veiliger dan zonder peesbeschermers. Ik heb zelf mijn nette cap op dus. Mijn wedstrijdcap. En ik heb deze longsleeve van Montara. Want die vind ik super mooi. En ik heb mijn nette wedstrijdlaars en alles aan. Dus dat komt helemaal goed. Ik hoop dat Ivy een beetje wil lopen. Als ze net zo wil lopen als de laatste tijd, dan komt het helemaal goed. Alhoewel, ze heeft volgens mij niet zoveel zin in, want ik wilde er net al meenemen. Toen dacht ze, ik heb geen zin. Maar komt goed. Ik ga even lekker warm rijden en dan komt zo meteen eventjes iemand filmen.
Oké, nou Ivy staat hier weer en ik ben echt super trots op ze. Ze heeft echt mega goed gelopen. Nou, jullie hebben het gezien. Ik was echt heel blij. Ja, natuurlijk is het nog verre weg van perfect, maar dat is ook heel begrijpelijk dat het nog helemaal niet kan. Maar zelfs in de galop had ik nu echt goede stukken. Echt dat ze rustig liep, dat ze lekker erin zakte en ja, dan af en toe als ik door de bocht heen ga, dan is het nog wel zeg maar, ze vindt buiten teugel nog heel lastig. Maar ja, daar werken we gewoon aan. Maar ik ben echt super blij met hoe ze gelopen heeft vandaag. Ze heeft goed gedragen. Ja, aan het begin lag ik er wel bijna vanaf, want ineens vond ze de waterpomp heel eng. Die ziet ze al weken. En nou was ze ineens super eng. Dat snap ik ook wel, ze had natuurlijk een super grote geest bij. Maar nee. Ik ben echt super blij met haar hoe ze gelopen heeft. Vandaag heeft ze echt mega goed gedaan. Ze mag nu lekker buiten spelen samen met Mootje. En dan gaan Kerst en ik, Kruimel en Kate nog eventjes rijden. En dan gaan ze daarna nog eventjes op het weiland. Ik ga bij deze wel de video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem heel erg leuk vonden. Geef in ieder geval eventjes een duimpje omhoog. En een kusje van Ivy. En wil je nou nog mijn vorige video zien? Check dan even deze video of de afspeellijst. En dan hoop ik dat jullie de volgende keer weer zien. Doei doei!